Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Ero Cycling Gear. Mijn naam is Niels Willemsen. Mijn naam is Larsen de Berg. Met Niels als Leek en Lars als Prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten. En bespreken we onderblichte onderwerpen uit de sport. Welkom bij Cycling Inside. Welkom bij een speciale aflevering, aflevering 10, met onze grote ster Marijn van den Berg. Uh, en een andere co-host dit keer, uh, Thomas van den Berg. Normaal gesproken zit je achter de camera. Welkom Thomas. Dank je. Hoe is het om nou, uh, het is jouw eerste, dit is jouw podcast Ja, dit is, dit is mijn debuut. Dit is jouw debuut, ja. Yeah. Leuk leuk dat je erbij bent, uh, vervanger yeah. van Lars. Dus uh, Marijn, welkom. Dank jij, je wel. Jij als mijn buurman. <laughs> ja. Daar komen we later op terug. En hey, uh, jij bent onze grote ster, uh, van, de de weet ster je ook van de show. Weet je ook waarom? Nee, dat weet ik niet. Jij zit in ons voor, uh, stukje Dat heb ik wel gehoord, ja. Ja, Marine van den Berg. Marine van den Berg. Het was wel even zoeken om, uh, om de juiste te vinden, want uh, niet iedereen weet hoe jij heet. Nee, dat was wel een beetje teleurstellend dat ze de verkeerde naam hadden toen die. Uh, je win je eindelijk eens een keer en dan uh, weet ze niet wie je bent. Nee, denken ze dat, uh, dat ik een ploegenootje ben? Ja. Ah ja. Hé, hey, leuk dat je er bent. Uh, aflevering 10. We zijn alweer halverwege het seizoen van, uh, van Cycling in Dit keer is uh, Lars er niet bij. Lars die heeft een, uh, een koers in Frankrijk. Dus die is helaas verhinderd. Desalniettemin hebben we de twee gebroers van de, van de berg erbij. Hé hey, uh, Marijn, want het gaat over jou. Uh, ik ja. heb dit keer geen intro-stukje geschreven over jou. Nee, dat is jammer. Dat is een beetje jammer, maar uh, desalniettemin maakt het niet uit, want je bent toch de grote jongen uit de show. Dus, Hé uh... <laughs> hey Marijn, hebben... jij komt best wel vaak bij ons in de podcast voor. Ja, ik uh, luister ze natuurlijk wel allemaal en ik heb het wel gehoord. Ja, ik wil toch op allereerst op eentje terugkomen. Frenkie de Jong. Oké. <laughs> <Ken je> die... <laughs> <laughs> kan je daar eens even op terugkomen? Die is twee keer is die in de show voorgekomen, de Dion. Hoe kan, hoe kan het dat mensen denken dat jij de Dion bent? Ik heb echt geen idee. Ik heb wel een tijdje de, gehad dat mijn haar toch wel een beetje zo zat als dat hij was, of uh, het heeft, laat maar zeggen. En uh, ik ging altijd gewoon boodschappen doen met mijn moeder s'avonds of s middags. Waar was dat? In de meer. En dan gingen we naar de Appie op het uh, Meerplein, ik Hartstikke mooi winkelcentrum. Yeah. En um, ja, daar gingen we heen en stonden van die jongetjes en die uh, kwamen naar me toe. Die zeggen van, uh, ben jij Frenkie de Jong? Ik zeg, nee, dat ben ik niet. Ze zeggen ze, ja, mogen we met jou op de foto? Ik zeg, ja, prima, maar ik ben, ja, ik ben het niet. Ja, dat maakt niet uit. Zij <laughs> dus <we> zijn ons <laughs> toch op de foto gegaan. En ja, daar op... heb ik niet zo moeite mee. Nee, want word je vaak herkend op straat? Nee, ik word niet vaak herkend. Je hebt wel vaak in Frankrijk dat je dan veel met uh, mensen op de foto gaat. Eigenlijk vooral in Frankrijk. En allemaal van die handtekeningen uitdelen en zo. En dan vraag je je wel eens af van, ja, wat gaan ze in godsnaam doen met die handtekeningen? Ja. Van die mannetjes die hebben dan, um, ja, vaak zijn het van die oude mannetjes. En die hebben dan van die kaarten, zo'n fotokaart waar je dan op staat. En dan ook nog van, uh, weet ik veel, vier, vijf jaar geleden. En dan moet je tachtig handtekeningen zetten, bij wijze van spreken. Dat slaat helemaal nergens op. Maar wat doen ze ermee dan? Ja, in een plakboek of zo, of verkopen. Ik, heb, ik, ik durf het niet te zeggen. In de hoop dat het geld waard wordt? Ja, wellicht. Ja. Hey Thomas, jij uh, hebt ook een imposante wielencarrière achter de rug. Zeker weten. Jij bent eerder gestopt met vervroegd pensioen. Wielrennen was niet, uh, niet helemaal jouw ding? Nee, nee dat, inderdaad. Zo kan je het wel uh, zeggen. Ja, nee, Het was niet, uh, niet voor mij weggelegd. Nee, nee want uh, ik weet nog een uh, wielenkoers. Dat fietste jij volgens mij ook mee. Het was iedereen eigenlijk voorbij en toen kwam jij voorbij, zwaaiend bij ja. <laughs> het publiek. Ja, ik, uh, ik nam het niet heel te serieus en dat heeft wel heel veel uh, triggering opgeleverd, vooral bij Lars. Ik kwam altijd als laatste kwam ik aanrijden of ik was de enige die de wedstrijd meedeed. Dus ik nam het nooit echt heel serieus, want ja, of ik was te slecht of ik was alleen. Dus als ik dan over de streep heen kwam om een nieuwe ronde te beginnen, was iedereen altijd aan het juichen. En dan had ik een big smile op mijn gezicht en dan zwaaide ik altijd en uh, ja, ten, ten erge van... Mijn broer. <laughs> ah, ja, maar je genoot er wel van, dat is belangrijk. Ik genoot dat er wel van, het was wel leuk. Hey Marijn, je hebt uh, dit jaar best wel een flinke stap gemaakt. Ten opzichte van vorig jaar. Ja. Ten opzichte van vorig jaar, maar ik denk sowieso ten opzichte van je hele, uh, van je hele ontwikkeling in als, als prof. Uh, wat heb je anders gedaan ten opzichte van vorig jaar? Want hoe is het als nou ja, in, tussen de grote jongens te fietsen om even bij vorig jaar te, te beginnen? Ja, ik denk dat dat voor dit jaar de grootste stap is die ik heb gemaakt. Uh, op het moment dat je overstapt van de belofte naar de profs, denk dat je daar vooral veel aan moet wennen. Uh, om gewoon de koershardtijd. Het niveau is gewoon echt heel erg hoog. En als je dan van een net iets lager niveau komt, dan is het vrij logisch dat je, je daar moet aanpassen. En ik ben nu gewoon fysiek wat sterker. Je kan de koers wat beter lezen. En um, ja, ik denk dat dat het, uh, het meeste is. We hebben tot natuurlijk wel wat harder getraind dan de uh, afgelopen jaren. Wat langer, wat harder. Ja, daar word je gewoon beter van, denk ik. Ja, Lars die gebruikte de term koershardheid ook. Uh, vertel eens, koershardheid. Wat is het verschil tussen de belofte koershardheid en, uh, en wat je nu doet? Um, nou, ik denk niet per se koershardheid in... Dat is meer van wat je opdoet, ook als je jonger bent. Als je gewoon een beetje in een ritme komt. Uh, wat Lars vorige keer natuurlijk uit uh, heeft gelegd... is dat je qua training is altijd anders dan in de wedstrijd. En dat is, dat is koershardheid. Maar ik bedoelde meer... Um, ja, het niveau is net iets lager bij de belofte. Waardoor je er gewoon net iets makkelijker doorheen komt als je op een goed niveau zit. En nu is iedereen gewoon heel erg goed. Of de meesten in ieder geval. En dan moet je gewoon je weg door het peloton zien te vinden. Ja, wat jouw rol in, uh, in de ploeg is. kun je dat ons uh, uitleggen? Um, dat verschilt best wel veel. Alleen, ik mag vaak mijn eigen kans gaan. En ja, dan ben je toch een kopman. Ja, want uh, je bent vrij jong nog. Hoe is het om uh, eigenlijk in je eerste profjaar echt als grote, grote jongen meteen uh, een kopman te zijn? Nou, ze voelde dat niet per se. Uh, vorig jaar waren we met de ploeg, hadden we niet het beste jaar. Uh, waardoor ik gewoon vaak werd uitgespeeld, ook in kleinere wedstrijden, omdat we in dit, ja, het vorig jaar gewoon punten nodig hadden. En. Um, Proberen we nu met ja ook andere jongens natuurlijk wat meer uh, de grote wedstrijden te winnen, maar vorig jaar we wat kleinere wedstrijden waardoor ik toen als kopman werd uitgespeeld. Ja, want je had een een of een twee jaar contract. Twee jaar tekenen. contract. Twee jaar, jaar. Dus die zit nu in je tweede jaar. Ja, ik heb nu weer een nieuw contract nodig. Je hebt een nieuw een uh, nieuw contract nodig. Nee, nou, je hebt in ieder geval een overwinning in je broekzak. Ja. Hoe, hoe bijzonder is zo'n overwinning? Um, dat is. Ja, ik vond het vrij bijzonder. Het is uh, uiteindelijk waar ik voor fiets. Dat gevoel. Uh, van overwinning, dat is het mooiste wat er is, denk ik. En uh, ja, daar doe ik het allemaal voor. Ja. Want neem eens mee, want uh, je begint, je bent vrij jong, je, je, je moet gaan sprinten tegen de grote jongens. Hoe, hoe bereid jij je voor op zo'n wedstrijd dat je tegen die grote jongens moet gaan, uh, gaan sprinten? Ja, dat is natuurlijk niet elke keer dat ik dat moet doen, maar um, ja, je bereidt je altijd wel een beetje hetzelfde voor. Ik ben altijd wel vrij nerveus voor de start. Uh, ook in de bus al en uh, ja je moet gewoon weten wat je moet doen en dan is het niet erg om nerveus te zijn en dan is het ook wel een goede trigger denk ik um, ja uh, voor de rest je doet gewoon je best en meer dan dat kun je niet doen en soms omdat je nerveus bent kan je een beetje verkeerde dingen doen misschien dat je net even een manoeuvre uithaalt die je eigenlijk niet wil of uh, misschien net te veel risico maar ja uh, dat is uh, The heat of the moment. Oh. Hey, Thomas, jij zit vaak met je vader op de bank uh, te kijken. Nou, hoe je broers uh, fietsen. Uh, zijn jullie ook nerveus als jullie voor de tv zitten? Wij zijn heel nerveus. Ja, yeah. Vooral pap. Wij springen soms wel eens op. Maar vooral als het spannend is. Dus het is, gaat naar beneden of zo. En het is een beetje glad. ja Dan, de, dan is het vooral echt een hoge hartslag bij ons thuis. Ervaar jij dat ook? Als je dan naar beneden gaat en je hebt die, die, die gladheid. Of in de regen of... Nou, je probeert het wel een beetje uit te schakelen en uh, natuurlijk is het soms wel gevaarlijk en dan heb je dat wel door. En vooral in massasprints moet ik eerlijk zeggen, dan zit ik ook nog wel eens met geknepen billetjes. Maar uh, ja, dat hoort er een beetje bij. Je moet een beetje oogklep opzetten en uh, niet te veel nadenken. Nee. Hey, maar je hebt dit jaar een flinke stap gemaakt. Heb jij iets veranderd in je trainingsprogramma of, of bespreek jij andere dingen met je trainer? Van dit jaar ga ik het toch anders doen, want ik wil wedstrijden winnen. Um, eerlijk gezegd niet. Het is misschien net iets meer en wat harder, zoals ik net al zei, ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, uh, ik denk dat als je, als je ouder wordt, dat je op een gegeven moment ook gewoon sterker wordt. En aangezien je die wedstrijden rijdt, die dus al harder zijn dan de afgelopen jaren, langer zijn. Ja, dan word je automatisch gewoon beter, denk ik. Ja, ja eens. Hé, hey, uh, je wint je eerste wedstrijd. Hoeveel wedstrijden gaat dit jaar nog winnen? Ik hoop nog... Uh... Ja, nogal meer, ja. Uh, Marijn, want jij traint nu. Uh, Lars die traint ook veel. Die heeft er bewust voor gekozen om in Spanje in te wonen. Wat, wat is jouw keuze? Want jij woont naast mij in Utrecht. Ja, in een mooie Utrecht natuurlijk. Ja, um, ik heb daar bewust voor gekozen om hier te blijven... en dan gewoon te investeren in trainingskampen. Ik heb gewoon het gevoel dat dat het beste voor me werkt. Ik snap dat uh, voor veel gasten... en vooral type renners als bijvoorbeeld Lars... die gewoon die klimmetjes wat meer nodig hebben... Dat ze dan naar Spanje trekken. Maar voor mij, uh, ik vind het fijn om af en toe te klimmen. En dat doe ik dus op een trainingskamp. Maar voor mij, ik kan ook prima op het vlakken trainen. En dat uh, doe ik dan graag thuis. En dan ben ik graag in mijn eigen omgeving, in het mooie Utrecht. Ja, maar gaat gelijk Utrecht, de mooie stad van Nederland. Daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Hey, want jij uh, zit nu een aantal jaar bij de ploeg. Wat, wat zijn nou dingen van de ploeg? Want ik heb bijvoorbeeld met Floortje, zaten, die is, dus hadden we laatst in de aflevering. Die is gewisseld naar ook naar een andere ploeg. En die zat ook te vertellen over waar zij moest wennen aan, uh, aan de verschillen in de ploegen. Wat, wat is hetgeen wat bij jou echt dat je zegt van nou, daar moest ik echt aan wennen uh, gedurende de periode? Of dan ben ik nog steeds niet aan gewend? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel moeite had binnen de ploeg met uh, veranderingen. Aangezien het best wel gewoon een fijne sfeer is binnen de ploeg. Het is, het is redelijk relaxed allemaal. Natuurlijk, wel gewoon heel erg professioneel. Maar zoals bij uh, FTG, waar ik natuurlijk uh, ook nog heb gereden bij de belofteploeg. Um, ja, daar heb je natuurlijk een Franse cultuur, daar spreken ze Frans. En zoals bij Floortje, daar spreken ze Spaans en zo. Dat ja. is dan denk ik net anders. En ja, bij mij spreken ze allemaal gewoon Engels. Dus ja, dat, dat is gewoon heel erg uh, fijn wel. En je creëert ook niet echt uh, groepjes binnen de, binnen de ploeg, laat maar zeggen. Nou, en want jij hebt bij FTG in de beloftes gezeten. Ik uh, ben naar EF gegaan. Deed je zeer of uh, baalde jij ervan dat je dan geen contract kreeg bij FTG op dat moment? Uh, op dat moment baalde ik daar zeker even van. Maar uh, uiteindelijk ben ik heel erg blij met de stap die ik nu heb gezet. Ja, uh, ja. en succes voor heb gezet. Ja, zeker weten. Ik heb er geen enkel moment spijt van gehad. Nee. En jouw afwezigheid, als jij er niet bent, dan uh, heb je hier altijd een gast die uh, op jouw huis past. Ja, die zit in Dat is een boer Hé Thomas, want uh, de, de luisteraars en de kijkers die kennen jou niet echt. Uh, nee, nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar je bent eigenlijk wel een beetje de stille kracht achter deze podcast. Ja, ja dat klopt. Ja, de, de nabewerking en de, de media die online komt, dus uh, zoals de post op Instagram, dat, uh, ja, dat doe ik allemaal. Ja, want jij bent, doet eigenlijk de meeste voorbereiding. Dus jij stuurt alles door naar ons waar we mo op, moet, uh, op moeten letten. Jij doet dan de nabewerking bij ons. Uh, ja. nou, Super fijn. Dat waarderen we heel erg. Ten eerste, je doet ook ja. onze promotie, et cetera. Dus uh, nee, top. Als we gaan doorgaan... Uh. Thomas. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik, ik doe het veel plezier. Ja, ik heb ook dan nog Thomas Street. Voor de mensen die, uh, die dat ook af en toe kijken. En ja, ik vind het ook wel leuk. Ik uh, vind het leuk om dan met, vooral met Lars en met jou uh, wat meer contact te hebben. Ja. En dan voel ik me ook wat meer betrokken bij de sport. Ja. Dat is uh, altijd in het vroeger. Ja, wat je eerst zei. Ja, ik heb natuurlijk zelf uh, eigenlijk geen wielrennen gedaan. Ik heb tot uh, categorie 4 heb ik gefietst. En daarna ben ik er eigenlijk helemaal uitgegaan. Ja, af en toe wel meegegaan. Maar de laatste jaren, vooral als hun profs zijn. Ja, dan ga je niet meer mee naar de wedstrijden. Nee. En op deze manier ben je dan toch, toch nog een beetje in dat wereldje. En dat is dan wel, vind ik, wel leuk om nog een beetje betrokken te zijn. Nou. Hé hey Marijn, uh, je hebt nog geen contract voor volgend jaar? hè? Nog niet, nee. Nog niet. Waar hangt het op uh, dat jij een contract uh, moet krijgen? Ja, dat hangt een beetje van de ploeg af. Of ze wat de budget is, wat de, wat de andere renners gaan doen, uh, wie ze aan gaan trekken. Een beetje dat soort uh, dingen hangt het vanaf. En natuurlijk hangt het ook af van mijn prestaties. Um, ben je ermee bezig? Ja, toch wel. Het is altijd natuurlijk spannend. Het is, uh, of je nog werk hebt volgend jaar. Maar ja. het gaat hartstikke goed dit jaar. Tenminste, dat vind ik zelf. Dus ik denk dat het geen probleem moet worden. Krijg je daar vanuit de ploeg wel uh, dat ze dingen door laten schermen van... ...joh, we gaan je contract verlengen of uh, krijg je die bevestiging? Um, vanuit de ploeg niet altijd, maar ik heb natuurlijk gewoon een management... ...waar ik regelmatig mee bel en um, ja, die, die zeggen dat het, dat het goed komt. Dat, dat kon ik zelf ook redelijk inschatten, omdat het gewoon goed, goed gaat dit jaar. Um, ik denk dat het wel wat... Ja, binnen de ploeg zijn ze gewoon tevreden, dat is gewoon wat ik hoor en... Um, ja, dat is gewoon wel prettig natuurlijk. Hoe belangrijk is vertrouwen vanuit de ploeg voor jou als we, uh, in je performance? Ja, voor mij persoonlijk is dat wel belangrijk. Ik vind dat dat wel gewoon gedaan moet worden. Ook om iemand te motiveren, om iemand scherp te houden. Het hoeft niet altijd negatief te zijn, denk ik. Uh, om iemand scherp te houden. Um, en in mijn geval werkt dat vaak het beste. Ja, maar ben jij. Uh, ja, ik ken je langer, maar ben je onzeker over ja. je eigen performance? Um, ja, ik kan wel onzeker zijn over mijn eigen performance. Ik uh, ben er altijd wel erg mee bezig. En als het dan toch niet zo loopt zoals je wilt, dan, uh, ja, dan kan ik daar wel van balen. Ja, maar waar, waarin, uit je, uh, waarin kan je dat terugzien dat je onzeker bent? Um, ja, waar ik dat in terug kan zien, dat, is, dat zit eigenlijk vooral in mijn hoofd. En daar probeer ik, uh, ja, uh, soms moet je eraan toegeven en uh, is het allemaal even kut. Maar het moet ook pro proberen positief te blijven. En, Zoals afgelopen weekend ben ik bijvoorbeeld naar Limburg geweest. En dan doe ik dan zware trainingen. En uh, nu was het afgelopen weekend ook hartstikke warm. Ja, dat, dat, is, dat zijn zware trainingen. En dat is mentaal voor mij, vind ik persoonlijk ook zwaar. Maar ook wel weer leuk. Ik was dan met, uh, met een vriend aan Holen die rijdt bij Trek. Ja. Um, ja, dan hebben we ook uh, een hartstikke leuke tijd en daar geniet ik hartstikke veel van. Dus daar haal je ook wel een beetje ontspanning uit. Ja, zeker. Het is gewoon een goede combi van ontspanning, maar ook uh, ja, hard trainen. Want wat, wat zijn nou dingen waar jij uh, je ontspanning uit haalt? Um... Stel je komt terug van een zware koers. Wat, wat is het eerste wat je doet? Ja, als ik terugkom dan is het eerst even thuis weer uh, ontspannen. En dan vind ik het toch wel leuk om uh, met vrienden een beetje gezellig uh, wat af te spreken. Ook al gaat dat soms lastig omdat je gewoon druk bent. Ja, want jij kan, uh, ja, je hebt eigenlijk niet heel veel vrije tijd. En weinig. En jouw vrienden die, uh, zitten toch een beetje in het studentenleven op dit moment. Ja, die hebben een heel ander leven. Dat kan je bijna niet uh, op elkaar aanpassen. En dan moet je gewoon een beetje last minder plannen. Ja vind je dat moeilijk? Vind je dat lastig dat je, dat je bepaalde dingen moet laten? Um, daar heb ik het wel lastig mee gehad. En dan heb ik het soms nog wel, wel lastig mee. Maar. Praat je daarover met, met iemand of is dat wel iets wat je zelf gewoon prima kunt handelen? Um, ik praat er wel over. Ik, uh, ja, ik heb gewoon een, een coach waar ik dat mee doe. Ja. Yeah. Um, Eerst vond ik dat lastig om het daarover te hebben, maar ik denk dat het goed is om dat te bespreken. En dat, dat, dat daar geen taboe op ligt. Ik ben eerst ook bij echt een uh, psycholoog geweest. En dat daar heb ik gewoon een traject gevolgd. En daar hebben we het over dit soort dingen gehad. En nu zit ik gewoon bij een coach en die ja, daar, daar ga ik af en toe naartoe. En dan, uh, ja, dan hebben we het over dit soort dingen en ja, hoe je het mentaal gewoon uh, ja, het beste er, ervan kan maken, laat me zeggen. Zijn er meer sporters die, die dat hebben? Uh, waarschijnlijk wel. Ik heb uh, niet per se mensen in mijn omgeving dat ik nu denk van nou, die hebben het ook uh, echt zwaar. Tenminste, ik wil niet zeggen dat ik het echt zwaar heb, maar het is meer van. Uh, daar heb je het toch niet zo snel over op de een of andere manier. Terwijl het best wel iets normaals is, natuurlijk op het moment dat je op een hoog niveau sport, dat je daar druk van ervaart. En al helemaal als je een contract aan hebt hangen. En je niet 100% zeker weet of je het jaar daarna. Dus, nog weer hetzelfde kan doen als je het je afgelopen jaar hebt gedaan. Ja, dat, dat brengt gewoon wel een bepaalde druk met zich mee. En ja, ik vind het prima om daarover te praten. Maar ja, in mijn omgeving heb ik niet per se mensen van het fietsen die dat ook. Eh, of tenminste, ik weet niet of hun dat ervaren in ieder geval. Presteer jij beter onder druk? Of als je echt onder hoge spanning staat, zeg maar? Of? Ja, wel een beetje, denk ik. ik uh, zo, ja, het is niet altijd een prettig gevoel, maar ja, ik ga er wel goed op, op. Tijdens het fietsen, in ieder geval. Ja. Hoe bereid je je voor uh, op, op een belangrijke wedstrijd waar echt veel van afhangt? Hoe, be hoe bereid je je daarop voor? Want je geeft aan dat je echt super zenuwachtig bent voor, voor, een, voor een wedstrijd. Ja, ik uh, heb bij de jeugd helemaal toen was ik echt heel erg nerveus. Nu koers ik zoveel natuurlijk dat ik ondertussen wel een beetje een balans heb gewonnen, denk ik. Uh, ja, ik probeer gewoon zo rustig mogelijk te blijven. En voor, dat, voor welke wedstrijd maakt niet per se uit. Nee, hey, want jij bent uh, een kopman. Uh, je broertje Lars, dat is een, ja, ik vind dat zo oneerbiedig klinken. Dat knecht. vind ik ook. Een knecht, dat is niet per se oneerbiedig, want die doen hartstikke goed werk. Maar ja, ik, ik moet af en toe ook gewoon knechten. Het is niet zo dat ik altijd kopman ben. Nee. Um, ja, het is hartstikke knap wat, uh, wat die ook allemaal doen. Gaan we ooit Lars en Marijn samen zien fietsen in één, in één ploeg? Dat is wel uh, uiteindelijk een beetje het doel, denk ik. Want uh, dat is wat we altijd hebben gezegd toen we toen we vroeger begonnen, eigenlijk. En dat is altijd streven geweest. En daar, daar, daar gaan we nog steeds voor, denk ik. Wat, wat, wat zal er gebeuren, denk je? Je zit in een heel belangrijke koers. Lars, die zit toch in de kop. Maar zijn uh, degene die hij moet brengen naar de finish, die is er niet bij. En jij fietst er ook in je eentje. Zal hij jou dan helpen, ondanks dat hij bij een andere ploeg zit? Dat denk ik wel. Dat is al vaker gebeurd dat hij me gewoon heeft geprobeerd te helpen. Tijdens een wedstrijd dat we niet in dezelfde ploeg zaten. Dus dat denk ik wel. Is dat uh, tijdens je prof? Of, of? Nee, dat was nog wel hiervoor. Maar ja, misschien, ja, misschien ook wel tijdens prof. Ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal. Maar ja, dat denk ik wel. Hoe vaak kom, uh, kom je hem tegen tijdens koersen? Niet heel veel. Want uh, hij is toch wel een ander type rennen dan dat ik ben. Hij zit nu bijvoorbeeld in de Monfertoe Challenge. Aankomende week, morgen vertrek ik weer naar Frankrijk. Dan hebben we een koers, die doen we wel samen. Dat is aankomend weekend. Um, ja, die doen we dan samen. Dat is een, een, een van de weinige koersen, denk ik. Ja, en het NK dan, denk ik. Ja, klopt. Dat is week erna, de week daarna. Dat is de 25e, 25 juni. Ja. Wat zijn je uh, verwachtingen met het NK? Ah, ik heb toevallig gisteren het hele NK verkend, het parcours. Ja. Um, ja, ik denk dat het een heel lastig NK gaat worden. Het ligt ook een beetje aan het weer en hoe de koers gaat worden. Maar dat wordt, uh, wordt een spektakel. Ja. Dat Denk ik wel, ja. Ben jij erbij, Niels? Bij het NK? Nou, uh, ik ga op vakantie, dus ik weet niet uh, of dat helemaal uitkomt. Ik ga het wel proberen om erbij te zijn. Gezellig. Ja. Wanneer is het eigenlijk? De 25e. Oh, de week op vakantie. Oh, ook Oeh, lekker. 25 juli. Juni. Juni. Dus over twee weken. Dan ben je op vakantie. Uh, nou, net wel, net niet. Ik heb ja. de 24e, dus heb, uh, heb ik een leuk, uh, leuk feestje. Dus DEFCO. Dus Defcon, ja. DEFCON is niet onze sponsor. Over sponsors gesproken het is tijd voor de reclamarfaal. Thomas, je zit er nu bij, want jij spreekt en normaal gesproken spreek hem normaal. Nee, wil, je, wil je hem nu gewoon live doen? Of, nee, daar gaan heel veel takes overheen. Daar gaan heel veel takes overheen. Ja. En dan is het nu tijd voor de reclamekaravaal. Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken met onder andere de mannen van BCP Special Paintwork, bekend van het spuitwerk voor fietsen, bombers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als nieuwieverber een specialisatie in het repareren van gebroken carbonvramen. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat je levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus voor elke reparatie ga je naar BCP Special Paintwork. Dan onze tweede partner. Aerocycling Gear. Wielrennen is een sport van detail. Overal zijn kleine procentjes te winnen in de ultieme poging zo snel mogelijk te gaan. Met goede aero sokken is het wel mogelijk tot 3% te winnen in vergelijking met andere sokken. Laat niks meer liggen. Bestel jouw Aero sokken en accessoires bij Aerocycling Gear. Of haal onze Limited Edition Cycling Insight wielersokken ook bij Aerocycling Gear. Dit was de reclamekaravaan. Dit was de reclamekaravaan. Hé hey, Marijn, we hadden in de vorige aflevering hadden wij meneer Haaksman. Ja. Dat is een redelijk bekende van jou. Die en ken ik uh, redelijk goed, ja. ja. Heb jij nou nog een mooi verhaal van meneer Haaksman? Van vroeger? Poeh, ik ga nu een klein beetje sturen ergens naartoe. Weet jij, jij, jij weet waar ik heen ga sturen, hè Thomas? Nee, eigenlijk niet. <laughs> maar ik denk dat ik het zelf wel weet. Nou, vertel. De het sport moment Ja, dat klopt. Ja. Ja, <laughs> ja dat was... Uh... Ja, dat, ik was natuurlijk hartstikke jong toen dat gebeurde. Jullie hebben het de vorige keer besproken. Ja. Dat, wat, ik weet niet of je het nog een keer wil dat ik het uitleg. Hoe groot zijn je handen nu? Nu zijn ze hartstikke groot. Ik ben. Uh, was een beetje laat in mijn ontwikkeling. Misschien had dat daarmee te maken. Ja. Nou, oké. Okay. <laughs> maar meneer Haaksman is wel... Uh, ja, ik vond het een leuk gesprek met meneer Haaksman. Maar heb jij... Wat zijn jouw herinneringen aan meneer Haaksman? Ja, vooral dat hij gewoon met zoveel passie, zijn werkt daar doet. Ondanks dat het dus natuurlijk niet eens zijn werk is. Dus hij is vrijwilliger. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk super bijzonder. Voor mij was dat gesprek vorige week dat jullie hebben gehad... was super leuk om naar te luisteren. Omdat ik die dingen ook allemaal heb meegemaakt natuurlijk. Van ja, bochtjes oefenen tot achtjes draaien. Van... Uh, ...kleine wedstrijdjes tot... Uh, ...verzinnen het allemaal. Ja. Dat hebben we allemaal gedaan. En dat is allemaal met hem geweest. Dus ja, dat was allemaal echt heel erg leuk. Ja. Hey, ik heb wel een paar vragen. En dat is eventjes... Uh, ...wat gebeurt er in een peloton? En heb jij nog wat leuke... ...juice wat we kunnen juice <laughs> om even een uh, klein... Uh, maar heb jij nog wat leuks? Wat gebeurt er in een peloton? Je fietsen best wel lang met z'n allen... ...in zo'n peloton. Klopt. Ja. Zijn er nog wel dingen in een peloton... ...wat wij niet op tv zien... Maar wat er wel gebeurt. Poeh, dat is een lastige, denk ik. Tegenwoordig laten ze natuurlijk zoveel zien in die wedstrijd. Maar ja, het ligt een beetje aan de wedstrijd. Want het is natuurlijk. Sommige wedstrijden verschillen best wel. Je hebt uh, redelijk klassieke wedstrijden al. Ja, maar zoals vast... mensen het vaak zien. dat, dat er een kopgroep wegrijdt. en dat het dan saai is voor een lange tijd. en dat het dan daarna een sprint is. Ja, op zo'n dag. Ja, dan ben je vooral een beetje aan het ouwe horen met elkaar. En dan. Wordt er uiteindelijk wel hard gereden en dan wordt de sprint en dan is het nerveus. Maar ja, voor de rest, wat gebeurt er allemaal nog meer? Ja. Heb je niet soms dat je dan in zo'n. Zo zit je in de koers en denk je. Nou ja, dit is de koers die ik uh, met de eindsprint wel mee kan doen. en dan zie je een paar van die gasten wegfietsen. dat je denkt: verdomme, dan moet ik erachteraan. Nee, dat heb je dan vaak niet, niet in zo'n wedstrijd die jij nu omschrijft. Kijk, uh, als je echt een klassieke rijdt, is dus de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is dan, dan is van begin tot eind is nerveus, dan, dan gaat het hard. dan... Ja, dan gaan er ook alleen maar goede weg. Dus ja, dan, dan moet je scherp zijn met de hele ploeg. Ja, het maar als je niet... soms, weet je wel, even uh, een ander voorbeeld. Je, je kijkt wel eens voetbal, weet je wel, en dan zie je echt zo'n titanenstrijd. Zo'n spelers verhit. Weet je iedereen strijdt echt voor, voor de overwinning. Heb je dat ook met het wielrennen? Dat echt ja, gewoon... dat denk ik wel. Ik denk dat als je nu uh, naar nou, bijvoorbeeld die Netflix-serie kijkt van de tour van, uh, van vorig jaar, dan zie je dat wel een beetje terugkomen. ik denk. Dat je vooral in meerdaagse wedstrijden, grote wedstrijden, die, die, um, ja, de Giro Tour, Vuelta, dat soort wedstrijden, daar gebeurt dat wel, denk ik. Ja, hey, want die, je benoemt hem al, die Netflix. Hoe belangrijk is uh, zo'n Netflix-serie voor de, voor de wielersport? Ik denk dat het best wel belangrijk is voor de wielersport om uh, ja, misschien wat nieuwe fans te creëren. Het is, ik denk dat je het redelijk kan vergelijken met dat Drive to Survive van de Formule 1, wat je had op Netflix. Ja, wat jij een B-sport vindt. Ja. Even nou ja. Voor dat, dat, luisteraars, even, even luisteraars de luisteraars en de kijkers. Marijn oh. vindt Formule 1. En dat trapt hij mij wel elke keer echt hard op mijn ziel. Formule 1 een B-sport. Ja, daar heb je me toch een beetje. Ja, een beetje verkeerd uh, <laughs> begrepen. Maar goed. <laughs> Verklaar je daden. Je mag het nu uitleggen. Nou ja, ik vind gewoon. dat... Het is natuurlijk een beetje een rijke jongensport. Uh, vind ik. En uh, niet altijd de beste wind. Kijk, Max is natuurlijk echt enorm goed. Maar geef en die zou ook winnen als ze allemaal dezelfde auto hebben. Maar er zijn natuurlijk ook een paar gasten die. gewoon uh, daarbij zitten omdat papa veel geld heeft en de familie. En. Ja, ja maar je moet wel wat kunnen toch? Ja, natuurlijk. Maar er zijn uiteindelijk, zijn uiteindelijk twintig man die daaraan meedoen. Ja, eens. En uh, ja, het is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Nee. Kijk, als je dan vergelijkt met rennen, uh, dan uh, bij ons een 180 per wedstrijd mee. En er zijn meerdere wedstrijden in een weekend normaal gesproken. Of maar het is natuurlijk hartstikke knap wat ze doen, begrijp me niet verkeerd. Alleen, ja, het zijn maar weinig die het kunnen doen. Ja, ja. Dus weet ik niet ja. of je altijd de beste hebt. Ja, want zo'n superlicentie, dat kost natuurlijk ook wel superveel geld. Dat klopt. En je moet genoeg punten bij elkaar rijden. Dus ja. ik snap je wel, ik snap je punt. Maar toch trap je nog steeds elke keer om nou, ziel. Ik zal het volgende keer anders uh, invullen misschien. Nee, ja. hey, maar Niels, ik heb wel een vraagje voor jou. Oh ja. Want jij bent de buurman van Marijn. Dat klopt, ja. Ja, en jij komt nu ook een beetje in het wereldje, ook een beetje door Lars... Hoe is het voor jou om buurman te zijn dan van Marijn? Nou, van Marijn. Nou, ik sta elke dag voor de deur. Dan, uh, ik, en dan sta ik altijd te zwaar, dan sta ik in de bind kijken en dan vraag ik een handtekening. Ja, dat snap ik. <laughs> en die staan <laughs> allemaal op eBay. Uh. Nou ja, hoe is het voor mij om naast Marijn te wonen? Ja, kijk, ik zie hem niet als, uh, als een wielrenner. Ja, ik zie hem af en toe op zijn fiets erbij komen, maar ik zie hem niet, uh, niet anders dan, uh, dan normaal, dus... Ja, ik vind het bijzonder om naar tv te kijken. Dat moet ik wel zeggen. Ik vind het bijzonder om bij uh, zo'n koers te staan. om uh, hem daar te zien. Weet je, dat is toch al veel effort. Maar Ja, wat, wat vind jij ervan eigenlijk om naast mij te wonen? Ja, ik vind het wel gezellig. <laughs> ja, hè? Nee, ja, ik snap wel wat je zegt. Ja, ik ben natuurlijk dan gewoon Marijn. Ja. Hoe ik echt ben. Ja. Maar nee, ja, maak een maak geintje. Nee, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, uiteindelijk ben je maar gewoon een mens natuurlijk. Het ja. enige wat ik wel jammer vind is dat hij nog steeds niet met mij wil padellen. Ja, dat gaan we doen uh, als ik wat rustiger heb met de wedstrijden. Ja. Maar ik wil niet gokken met uh, blessures. Nee. Want FIFA dat, dat wint hij ook al niet. Dus ik denk met dit ook niet. Als mijn vrienden luisteren, die, ik, weet, ik zal iets vertellen. Ik verlies dus altijd met het Dus het is een grote kans. <laughs> nou, al vaak als ik iets doe, heel eerlijk, ben ik wel echt heel erg goed. <laughs> nee, maar ik, als ik dat jou. zegt hij even over zichzelf. <laughs> nee, ja, uh, ik denk dat ik uh, jou wel moet kunnen hebben met padellen, toch? Of uh, zie je jezelf nu wel echt als uh, pro, nee, pro, nee, pro nee, padeller nee nee. nee, nee. Ik ben echt zeker geen pro padeller Nee, maar uh, op, op conditie? Ja, maar ik is... heb best een prima conditie, hoor. Oh. Dus dat, uh, dat vergis je. <laughs> nee, ja, ja, zit hij okay. ook. Hé, hey, want we. Uh, even terugkomen, hè, Marij. Een ja. <coughs> vraag aan jou. Je hebt. Ik best wel veel respect voor jou de, hoe je met je topsportmentaliteit toch dingen bereikt heel okay. eerlijk weet je ik zie ook dat je iets moest afvallen weet je al zie ik wat je ervoor moet laten ik moest ook iets afvallen ik probeer het op dezelfde manier ik houd nog een dag vol ik, even ik hou het nog een dag vol om niet te drinken maar eventjes uh, ja snap je dat soort uh, ja dat daar, daar een, heb ik natuurlijk iets minder moeite mee maar dat ja uh, het dat is toch wel je laat zou jij een andere sport want daar wil ik naartoe zou jij een andere sport met dezelfde mentaliteit ook goed kunnen Uitoefenen. En dan niet, niet zeggen, op champions league niveau, bijvoorbeeld met voetbal, maar zou jij een prof kunnen zijn in een andere sport met dezelfde mentaliteit? Ik denk dat als we nu, ja, je haalt nu voetbal aan, ik denk wel dat dat mogelijk is. Ik denk dat als ik uh, gewoon dezelfde dingen die verlaat, tuurlijk heb je daar ook balgevoel, maar ja, ik denk dat als je gewoon hard traint en de dingen ja, ervoor laat, gewoon goed op je gewicht let, gewoon de trainingen goed afwerkt. Ja, dan ben ik ervan overtuigd dat dat wel moet lukken. Ja, ja. Nou, we hebben dat ook getekend? Heb ik een leuke challenge voor jou, uh, Thomas? Voor mij. Ja, want jij hebt, ik vind, ik vind dat jij ook al gewoon best wel met tijd hebt om gewoon wel door te zetten. Dat is wel iets wat bij jullie in de familie zit. Ja. Ik, zullen we een challenge doen? Nou ja, ligt er een beetje aan wat? Ik heb al verschillende challenges gedaan. We proberen jou in twee jaar. ...prof Padelle te maken. Ja, dat gaat het <laughs> niet worden. <laughs> ja, maar ja, ik heb wel verschillende challenges gedaan. Ik ben ook de, de Alpe d'Huez gewoon opgereden... ...eigenlijk zonder te trainen. Ik heb toen één keer of twee met keer... Met de auto? Mee... Nee, gewoon op de fiets. <laughs> Eén keer of twee keer had ik meegereden met Marijn... ...maar toen heb ik het gewoon, gedaan, gewoon in één keer gedaan. Eigenlijk zonder te trainen. Ja, kijk even naar Marijn. Ja, dat is echt zo, ja. Toen ja? hebben we ja. gewoon twee keer even gewoon buiten gefietst... ...en toen heb ik de fiets van mijn pa gereden... ...en toen is hij daarna de Alpe d'Huez opgereden. Ja. Maar ja, het was wel mooi. We begonnen 8 kilometer om warm te rijden van tevoren. En ja, ik vind het dus doodeng om in het wiel te zitten. Om, want hun rijden allemaal per centimeter afstand van in het wiel. En dan gingen hun gewoon al keihard naar die berg toe rijden. En dan moest ik in het wiel, want ik reed in het midden. Lars even hoor, dan ik, dan Brein. En ik was al helemaal stuk van die 8 ja, kilometer voordat ik, niet, ik die berg op kreeg. Ik zou ook echt niet met je willen ruilen om met nee. die twee op de fiets te moeten zitten. En ook nog eens een keertje mee te moeten fietsen. Ja, en, dus, en we gaan die berg op. En ik denk, oké okay, Thomas, het is 13 kilometer of 14, zoiets. En ik denk, oké, okay, probeer een kilometertje bij ze te blijven. Nou, ik was nog geen 100 meter wagen van met die berg. Ja, op. Luister. En ik moest al lossen. En dat was echt bizar. Ik stond ook echt zo, Ik stond gelijk geparkeerd. Ik zou. Ik doe wel eens hardlopen. Dan ga ik met jou hardlopen. De eerste keer. Kan je, je nog herinneren? Toen ja, ja, wij voor het eerst gingen hardlopen. Waren we drie kilometer onderweg. Hij deed gewoon praten. Ik probeerde ook te praten. Hij zegt hij. Je bent toch niet buiten adem? Je bent toch niet moe? Gast wat denk je zelf? Ja? Je bent zelf topfit. Ja. Hey, leuk. Of naar de stad fietsen toch? Of naar de stad fietsen. Ja dat is ook al een plezier. Dat is ook gewoon vol gas naar de stad fietsen. Dan zit ik op ja. versnelling. Dan zit hij op, met, met zijn fiets zonder versnelling. Dan is hij nog steeds sneller. <laughs> Hey, hoe is het... Uh, wat zijn je doelen voor dit jaar? Wat, uh, wat zou het... willen worden. Profpadelen. <laughs> Niet <laughs> jouw doelen, Thomas. Nee, hey, Marijn, wat zijn jouw doelen voor dit jaar? Um, ja, op korte termijn is dan toch wel uh, het NK, denk ik, een, een groot doel. Winnen? Dan, uh, ja, daar ga ik natuurlijk wel voor, ja. ja het, wat ik zei net, het is hartstikke zwaar parcours. Dus het is altijd even, in, even kijken hoe, uh, hoe en wat in de wedstrijd. Maar ja, dat is... Uh, ja, het eerstvolgende eigenlijk. En dan heb ik even rust. En dan, ja, dan gaan we weer uh, hard trainen richting het uh, tweede deel van het seizoen. En dan is toch wel... Uh, daar ben ik nog niet voor geselecteerd. Maar mijn doel is wel om de Vuelta te rijden. Dat is een mooi doel. Zeker weten. Ja, ik denk dat je het altijd moet uitspreken om... Uh, je, ...je doelen om ze uiteindelijk te, te kunnen behalen. Ja, ik geloof er altijd weer in. Als je zegt dat je iets uh, wil bereiken... ...en je, en je blijft het ervoor houden... ...dan gebeurt het ook. Ja, en als je het zelf gelooft... ...dan denk ik dat ja. het ook gaat gebeuren. En de tour, gaan we ooit terug in een tour... ...en op Netflix? Zou je meedoen met een Netflix-serie? <t> ik weet het niet. Misschien dat ik dat wel echt uh, ongemakkelijk vind... ...maar het ligt... ...misschien hebben ze een heel goed uh, plan... ...en als ik zo... Uh, ...ik heb nu maar één aflevering gezien... ...van uh, die serie die nu online staat... ...maar het ziet er wel, wel erg mooi uit... ...dus misschien, misschien wel... Eemmerheid, ik, ik ga je bedanken voor deze, ja, voor deze aflevering. Dat je ja, aanwezig wilde zijn en je huis ter beschikking hebt gesteld. Want we zitten bij jou op de bank. Zijn we helemaal vergeten te zeggen? Je hebt je huis ter beschikking gesteld voor ons. Ja, je moet wat om uh, de mooiste podcast van Nederland? <laughs> <laughs> nou, dat gezegd te hebben, om over de mooiste podcast en de grootste podcast te zijn. Um, vind je dit nou een super toffe leuke podcast en luister me op Spotify... dan is het altijd even belangrijk dat je hem eventjes rate. Heel mooi gezegd, geef hem eventjes 5 sterren. Wat is meer belangrijk, Thomas... is dat we ontvolgen op TikTok, Instagram en YouTube. Subscriben, belletje aan dat je meldingen binnen wil krijgen... en vooral reageren op, uh, op YouTube... want zijn steeds, we zijn nog steeds het meest gevonden op de zoekopdrachten. Dus reageer, like en subscribe. En volg ons vooral op Instagram. Dan uh, was dit weer een... Uh, mooie podcast-aflevering uh, met Marijn van den Berg. En mijn co-host. Luister. Of nee, ja, nee sorry. Luister. Thomas van Berg. Luister is Lush het niet. Van dus uh, dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.